let's focus. Hoezo zeg je dat, Sait? Het werkt toch echt? Totaal niet, heb ik het idee. Zelfde helft dan. Ja, wel! Oh, what the fuck? Nee! Nee, 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 nee! Dit meen je niet! What the fuck? Nee! Yo! What the fuck? Hey, maar waarom loopt in eerste instantie zo vrij door het midden? Nee, als je daar staat, iemand moet de druk zetten, maar even die verdedigers, want ik kan niet 5 man in het middenveld pakken. Ja, maar je staat ook niet alleen op middenveld. Ik ga niet instappen, ik trap hem wel nog wel, jongens. Komt hij wel druk? Oh, wat lekker. Witches. Sowieso één iemand kort. Oeh, die ene had ik niet gezien. Oh, ik trapte hem. Blijkbaar. Gevaarlijke man. Gaat u een lage voorzet zo? Oké, netjes, Kevin. Kut. Kan nog een keer terug? Jezus, aanname, hallo. Yo, kerel. Kijk eens uit. Ja, goed zo. Gaan we lekker leren, hallo. Zo. Terug. Ik heb best wat ruimte. Nou. Maar hij zou er overheen kunnen. Want daar ligt hem op. Ik zou de muur stoppen in de link doen. Daarom. Dat is heel veel ruimte. Ja, ik luister naar. Ja, probeer volgende keer maar niet uit die muur te lopen, jongens. Sowieso niet op zo'n afstand 3 man, dan heb ik. Oh. Geef je ze net iets veel ruimte. Daar is hoe. Terug kan. Netjes. Oh, jammer. Chippy chippy. Zet die hem erin zakken. Waarom kwam ik er nog 21 binnen?
stadje is. Ja, zo win je wel, ja. Ja, uiteindelijk een goede steekpaas. Ja. Dat de keeper niet in de gaten heeft. Ja, drie. Ik kan niet raden wie er niet meer speelt volgende wedstrijd. Kan komen, is erachter, dus mijn ik tegen. Niet te vlug instappen daar, Sam, want dan ja, zet je in één keer vier man vrij. Ah, slijt nog maar. Pak! Nee! Is oké. Okay. Ja, dan komt ook iemand in één keer aankloppen. Domme. Goeie bal. Ja, maar het is doelpunt, ik deed net een emote. Ze geven het nu echt zelf weg, hè? Ja, je dik, hè? Dat is geen regels. Dat is vriendschap. Moet niet redden, dit is een friendly, maar... Dit is best wel een dik move. Zometeen mag ik echt niet doen. Nee, het mag niet. Nee, mag niet. Heb je aan Polen even. Het is abusing. Ja, de scheids moet gewoon fluiten en zij moeten opletten. Gaan terug. Nee, ik zag het te laat. Oh. Oh, heel ver voor je. Ja, dat is pas geen buitenspel. Mag een eentje in het doel. Ja. Serieus? Ja, donderop. Ja. Ik sta precies... Netjes banana. Tik terug kan? Oké, okay, netjes. Was dat tackle? Goeie tackle. Rennen, Roderick! Ja, met hoe vaak die keeper van Frankrijk vond ik maat. Ik houd voor een lange bal. Maar emotes is een georganiseerde wedstrijd. Ik niet doen, man. Huh? Emotes. Georganiseerde wedstrijd, of het nou officieel is of niet. Kut houder. Nee, zij moeten gewoon opletten. Het is niet zo dat ik echt een bal afpak terwijl die niet mag. Zij past hem gewoon in mijn voeten, is een eigen schuld. Nee, maar als je in Pro 11 doet tegen ons. Nou kijk, je kan daar volgens de regels. Kan je er niet zo ver binnendringen, zeg maar, in een vrije trap. Nee, je mag bij vrije trap en hoekschoppen mag je gewoon geen emoticons gebruiken. Maar in het algemeen nog helemaal niet. In vrij spel mag het wel, maar ik mag het niet abusen. Minder emotie lullen, meer voetballen. Voetbal wel. Uit de duel. Jee. En er moet wel iemand onder mij komen, daar wacht ik eigenlijk op. Ja. Oh jammer. Ah, ik dacht dat je ging. Kut voor de lange bal zo. Ah, kom op. Ik
snap niet dat hij die slide animatie, want ik hield mijn LB niet vast of zo. Ik ging gewoon met mijn trigger naar links toe. Ik snap niet dat ze steeds wel achter onze verdediging kruipen. Ja, ik hou niet meer bij. Daarom moet je dus die verdediging... Nou, als je ze niet bij kunt houden, moet je voorsprong pakken. Dat betekent dus dat je gewoon iets lager moet gaan staan. Dus ik eerst westen ook al zo. Hebben ze gewoon geen ruimte? Ja, probeer anders de ren, als ze gaan rennen, te blokkeren, dat je voorlangs rent. Ja, maar dat is niet mijn man, nee. Ja, sorry. Dat is gewoon mijn fucking... Nee, ik snap het idee, maar... Goeie. Oh, jammer. Goeie poging. Ik zit vast. Ze hebben nog steeds niet in de gaten, joh. Zijn we door. Hij stond gewoon stil, hoor, trouwens. Ja, maar daarom staat hij er. Nee, ik bedoel, ik ken een lijkt langzaam en hij liet niet met me mee. Ze hebben niet in de gaten. Oh. Even opletten, jongens. Wil je hem kort hebben, Valduro? Ja, doe maar. Als druk zet, kom terug. Nick? Ja. Oplopen? Mijn controller, denk ik. Oh, oké. Ah, jammer, goeie bal. Ah, joh, Nick, dan komen ze er nooit langs. Ze hebben door, hè? Er staan er nu drie. Ja, als er drie staan, dan kan het niet. Ik kan gewoon tweede paal geven, ik kom niet terug. Ja, de revival versie. Waarom kan ik dat niet gewoon winnen? Timing. Wat bullshit is dat? Alles is timing, Sam. Ja, maar hij is gegaan. Nee, het is gewoon timing. Nu kan die wel, zie je. Ja, het kan wel. Kut, daar kom ik net niet bij. Lekker scherry. Jongens, minder hoog met die verdediging daar dan. Ik zag niet echt een brede optie. Niet dat ik wat goed deed met de bal, maar... Nee, we drukken allemaal naar die... Of, oh, hallo, jezus. Ik op een bammer. Nee, het was niet relevant op wat jij zei. Nee, ja, ik... Daarom dus. Nee! Ja, oh, ik wou zeggen. Zo. Ik wou zeggen. Captain Gamers, wauw. Fuck, coole naam, joh. Stefan eroverheen? Ja, kan. Ja. Ah, die gaat. Perfect. Ja, uit de Wat? Oh, jongen. Goeie bal, die hem ook gaf. Welke bal? Die voorzet. Dat was ik. Ik hoop kort. Goeie.
Sam, zullen wij bij de volgende gewoon eens even omwisselen? Ja, als goed met een speler kan. Oh, wow. Nu mist hij gewoon de bal. Netjes. Netjes. Ach, kom op. Ja, nu is het te ver om erover in te rooien. Ja. Nu heeft hij dat ook voorbereid. Komt hij kort, Sam? Hè? Je weet dat FIFA weet dat officieel niet mag, hè? Wat? Wat kort? Bij een uitstap moet hij je 16 uit. Nee, maar het is een uitloop, dat was een ding. Juist. Oh mijn god, holelijk. Dat is toch een overtreding nog bij het spel? Maar het gebeurt dus ook bij ballen buiten de 16, dat is het hele rare. Hij is gewoon Nee, dat was een overtreding, hè? Voor die lopende deze. Ja, als je gewoon meestapt, dan staat ja, hij buiten. Ja, daar valt niet op te stappen. Want als jij gewoon naar voren stapt, dan staat hij buiten spel. Goh, die staat een hele 2 meter achter. Ik had al 3 keer fout. Ga nou niet op buiten spel spelen tegen deze. Nee, maar je moet niet achter de centrale verdediger staan. Dat moet je ook niet doen. Nee, je moet wel meelopen en niet blijven staan. Kijk maar hier. Jongens, hey. Dat is echt een lul. Na de wedstrijd. Oh nee, dan pak je hem! What the fuck, joh. Wacht maar even. Ja, gewoon een volgende goal. En een trappen. En al trappen. Ga lekker twee keer gewonnen. Het is de eerste keer voor me. Ja, dat is de eerste keer voor mij dat ik van ik ben. Voelt wel lekker. Tweede goal van ons telde eigenlijk niet, hè? Ja. Dat was wel gewoon, dat maakt niet uit. Ik tel hem gewoon. Ik ook. Komt ons goed uit, hij telt. Ja. Ja, maar wat? Oh, je deed zo'n dansje of niet? Ja. Ja, mij ontging het. Ontging de tegenstander ook niemand zeggen. Ik wou het zeggen, mijn Discord om